Hoi, dit is podcast nummer 6 van de Love Revolution podcast en deze doe ik alleen. Ja, ik ga in de toekomst wel vaker waarschijnlijk een podcast alleen opnemen en zo ook dus deze. En nou, dus even wennen. Klein beetje spannend, want het is nieuw, maar het gaat vast lukken. Oké, leuk dat je kijkt of luistert, dankjewel. Nou, voor even praktisch, als je het hebt meegekregen, we gaan natuurlijk richting kerst, maar ik heb deze week of vorige week, wanneer je ook luistert, begin december in ieder geval, een nieuwe kerstsingle uitgebracht, genaamd Emmanuel. En het is superleuk om jullie reacties al te horen en te lezen. Super tof, dus dankjewel daarvoor. Als je me niet geluisterd hebt of bekeken hebt op YouTube, zeker even doen. Volgens mij is die erg mooi geworden. Maar ik zei het al, we gaan naar kerst. En dat is eigenlijk pas sinds een paar jaar dat ik echt dat, weet je wel, dat befaamde kerstgevoel heb. Dat ik iets heb met kerst. Ik had nooit zo heel veel met kerst. Ja, ik ging natuurlijk wel naar de kerk met kerst en de vierden we de geboorte van Jezus. En dat vond ik mooi, maar ik had altijd veel meer met Pasen of zo. Weet je wel? Dus dat, ja, dat sprak veel meer tot me. En ook het hele dat kerstgevoel, het familiegevoel, het samen zijn, daar had ik ook niet heel veel bijzonders mee. Maar dat is eigenlijk veranderd. Ik ben sinds ruim een maand nu opnieuw vader geworden van een tweede zoon. En toen hij een week of anderhalf week oud was, liep ik met hem door de woonkamer. En toen bedacht ik me opeens dat Jezus ook zo in de armen heeft gelegen. Van Maria, Jozef, andere mensen. We weten het niet precies, maar het zal ongetwijfeld, zal die in de armen hebben gelegen van verschillende mensen. En toen dacht ik, zoals ik nu mijn zoon Ezra vasthoud, zo heeft Jezus ook gelegen in de armen van een mens. Zo heeft God zich ook toevertrouwd in de veiligheid van mensenarmen. En ik vond dat bijzonder en dat raakte me op de een of andere manier. Dat de God van hemel en aarde, onze schepper, ervoor kiest om een kindje te worden. Om zo'n kwetsbaar babytje te worden. Dat is toch eigenlijk best gek? Want wat voor God legt zijn godheid af? Ontdoet zich van zijn macht om als een mens te worden. Want waarom zou je in godsnaam een mens willen worden? Ik heb namelijk geleerd in de kerk dat de mens slecht is. Een vijand van God die er een potje van maakt. Een mens kan niet bij God zijn vanwege zijn zonde en is rechtstreeks op weg naar eeuwige verdoemenis. En dat God door Jezus gruwelijk te offeren het weer goed maakte tussen hem, tussen God en de mensen. En dat is natuurlijk een theorie of een theologie die heel bekend is, denk ik, bij heel veel christenen. Als je in de kerk bent opgegroeid, hè. Ik bedoel, de mens maakt er ook regelmatig enorme puinhoop van. Dat is ook zo. Maar dat God op die manier ons moest redden door zijn zoon te offeren, ik vind dat steeds lastiger geworden als ik eerlijk ben. Ik begrijp het ook niet zo goed. Hoe meer ik ook de Bijbel lees of daarover nadenk, denk ik, is dat als God zo machtig was, had hij toch helemaal niet nodig om zijn zoon te offeren? Had hij het überhaupt toch niet nodig om een mens te worden, om ons te hoeven redden, om ons te kunnen redden? Want waarom zou je überhaupt een mens willen zijn als we zo slecht zijn? Waarom zou je jezelf verlagen door zoiets te doen? Waarom wil God nou zo graag een mens worden? Is dat dan de enige manier om ons te bereiken? Is dat de enige manier om ons te redden? En sowieso, als je dan mens wordt, word dan op zijn minst even geboren op een mooie plek. Wat wel past bij een God of een koning. Zorg er dan tenminste even voor dat je met fatsoenlijke status en aanzien de wereld inkomt. Dat mensen denken van, ja, inderdaad, dat is God. Dat is een koning, die gaat ons redden. Maar de Bijbel geeft consequent eigenlijk een heel ander beeld over die God, over die koning. Namelijk van een God die geboren wordt als een kwetsbaar kindje in een vieze stal. Die dan ook al heel snel met zijn ouders op de vlucht moet naar het buitenland, omdat een onzekere koning zich bedreigd voelt en hem wil vermoorden. Vervolgens leeft hij jarenlang als timmerman in het heel gewone Nazareth, waarvan Nathanael ergens in de Bijbel zich afvraagt of daar wel iets goeds vandaan kan komen. Een heel normaal plaatsje, een heel normaal beroep. En natuurlijk komen dan die 3 jaar dat hij in de openbaarheid treedt. Om mensen te onderwijzen en ze te wijzen op het koninkrijk van de hemel. Om een boodschap van revolutionaire liefde te verkondigen.
Een liefde zo groot dat het op veel weerstand stuit bij de religieuze en politieke macht van die tijd. Die liefde als een bedreiging zien voor hun orde. En dat is denk ik ook uiteindelijk de reden dat ze hem vermoord worden. Dat ze hem vermoord hebben, omdat hij een bedreiging was. En dan eindigt zijn leven aan een kruis, daar hangend als een crimineel, als een misdadiger, terwijl hij niks verkeerds had gedaan. En dan kun je je afvragen, is dat dan onze God? Het is niet zo heel erg indrukwekkend of heldhaftig. En dan lijkt het alsof God zelf spot met het beeld wat wij van hem hebben gemaakt. Wij zien God graag als een machtig, almachtig, held, overwinnaar, hè, superheld Jezus, komt de boel even redden. Komt het even oplossen voor ons. Dat is een beetje het beeld wat wij graag maken van God. Ja, natuurlijk zou je uit de Bijbel kunnen halen, maar ik heb het idee toch dat God daar niet om te doen is. Alsof God zegt, hou nou eens op met mij te zien als een soort halfheidense machtsgod die tevreden gehouden moet worden met offers. Ik kom juist heel dichtbij. In het gewone leven, in de mooie dingen en in de pijn. Ik ben erbij en ik troost je. Ik geef je kracht om door te gaan. Ik ben de stille stem die fluistert. Hou vol, geef niet op. En door zijn geest komt hij niet alleen heel dichtbij. Hij wil zelfs in ons geboren worden. Om ook in jou en mij een nieuwe mogelijkheid te krijgen om mens te worden. En daarbij hoef je niet eens perfect te zijn. Hoef je niet alles op een rijtje te hebben. Dat gaan we gaandeweg wel doen. Zo wil Christus ook door zijn geest in jouw hart komen wonen. Zo wil hij ook in jou geboren worden en mens worden in jou. Om jou te leiden, om jou een hogere weg te wijzen. Om jou een weg te wijzen naar het leven. Dat is kerst. God wordt een mens en wil ook in jou geboren worden. En dat vind ik zo interessant. Wij willen graag als een God zijn. Maar God wil graag als een mens zijn. Het gaat God om mensen. Om hele gewone mensen zoals jij en ik, om die in ere te herstellen. Niet om ze te wijzen op hun schuld, maar om ze te wijzen op hun waarde. En dat kon God niet duidelijker maken dan door zelf een mens te worden. Het was niet een moedje van hem, van ah, dan kom ik wel even naar beneden hoor, van mijn troon, om die arme drommels daar te redden. Die er zo'n puinhoop van maken, nou hè, dan red ik ze wel even van de dood en van de zonde. Nou, dan los ik het wel even op, jongen, jongen. Hè, die sukkels daar beneden. Nee. Nee, het was een verlangen van God om dichtbij te komen. Om ons te redden. Het was een verlangen om ons te ontmoeten en onder ons te komen wonen. Om zo dichtbij als mogelijk te kunnen komen. Om met ons te leven, zodat wij in hem zouden zijn en hij in ons. Hij houdt van ons. Hij is zo gek op ons. Hij is zo gek op jou. Je bent prachtig. Je bent geliefd. Je bent waardevol en geaccepteerd. Dat is kerst. Dus laten we deze mens God ontvangen en verwachten in deze adventstijd. Zodat wij steeds beter ons eigen mens zijn gaan omarmen. En gaan ontdekken dat met God in ons we alles hebben wat we nodig hebben. En ik hoop dat deze kerst je helpt om Jezus heel dichtbij te laten komen. Ik hoop dat deze kerst je helpt om Jezus ook in jou geboren te laten worden. En hem te laten opgroeien. En dat ondanks dat kerst nu anders is in deze tijd, dat we minder familie kunnen zien als we zouden willen. En dat het misschien een stuk eenzamer voelt, wat het toch al voelde. Dan hoop ik toch dat jij kan genieten van het wonder van kerst. Dankjewel voor het luisteren. Het gaat je goed. Tot de volgende.